Dag allemaal en welkom bij deze tweede video over Gaius Sallustius Crispus de Conjuratione Catilinae. Wederom tekst 1, Catilina als product van zijn tijd. A, het karakter van Clucius Sericius Catilina. Maar dan nu vanaf regel 5. Zoals je ziet scroll ik even naar beneden, want daar gaan wij beginnen. Ik heb het voortgemaakt deze keer maar eventjes alvast wat dingetjes bijgezet. Dat scheelt hopelijk wat tijd. We lezen eerst maar even de tekst door. Regel 5 tot met 10. En dan gaan we kijken wat er staat. Corpus patiens in ediae algoris vigiliae supra quam quoi quam credibile est. Animus audax subdolus varius poius rebi lubet simulator acti simulator alieni adpetens sui profusus ardens incupiditatibus. Satis eloquentiae sapientiae parum. Vastus animus in moderata incredibilia nimis alta semper cupiebat. De eerste zin voor vandaag. Corpus patiens in ediae algoris vigiliae supra quam quoi quam credibile est. Daar moeten wij een werkwoord aanvullen. Dat heet een ellips. Hè. Als je iets weglaat, de stijlfiguur is ellips. Dat is in dit geval erat. En in een imperfecte, want dat zien wij verderop ook. Bijvoorbeeld hier cupiebat. Het gaat over zijn karakter. Het is lang duur. Niet een eenmalige gebeurtenis. Dus dan hebben wij een imperfectum in plaats van een perfectum. Dus vandaar erat en niet fuit. Zijn lichaam, corpus, dus onderwerp, was patiens. Het werkwoord pati betekent verdurend of verdragen. Hier eigenlijk een participium daarvan, ppa, verdurend of verdragend. Dus was verdragend. En in jullie aantekeningen staat ook wel bestand tegen of opgewassen tegen. En daar mag je genitieven bij voegen. En die staan er ook, namelijk 3 stuks, wel te verstaan. Dus was bestand tegen in ediae, heeft te maken met het werkwoord edere, eten. Dus het niet eten. Gewoon, hè, zeg maar een soort vasten. Algor is kou of koude. Hier de genitieven uiteraard, zoals ik al zei. Vanwege patiens. Dus ook nog eens bestand tegen kou. Vigiliae. En tegen vigilia. Vigilare is het tegenovergestelde van dormieren. Dus niet slapen, maar juist waken. Dus tegen het waken, oftewel slaapgebrek. Dus zijn lichaam was bestand tegen het niet eten, kou, slaapgebrek. Aan elkaar geplakt met komma's, dus dat noem je weer een asyndeton. Net als in de vorige video hebben we het ook al gezien. Asyndeton. En het zijn in dit geval 3, opsomming in 3 delen, heet ook wel een tricolon. Vandaar. Het is een heel sterk stijlmiddel om krachtig een punt te kunnen maken. Supra quam quoi quam credibile est. Supra eigenlijk betekent iets als boven of hoog. Maar in dit geval betekent het iets als meer dan, supra quam, meer dan, credibile est, credibilis, hier onzijdig, omdat het gaat over een algemeen feit, een zin, geloofwaardig is, gelooflijk is, te geloven is. En dan quoi quam, dat is een ouderwetse spelling voor cui quam, en dat is dan weer een dativus enkelvoud van quis quam, en dat betekent iemand. Dus meer dan voor iemand geloofwaardig is. Je kon het haast niet geloven hoe goed zijn lichaam opgewassen was tegen niet eten, kou en waken, en slaapgebrek. Dan gaat hij over naar de animus. Hier de corpus, daar de animus. Kijk heel even met me mee terug naar boven. Eerste zin zegt hij: Catilina was een man met grote kracht in zijn, even vrij vertaald, in zijn geest en in zijn lichaam. Twee dingen noemt hij dan. Daarna komt het karakter. En dan gaat hij dus hier eventjes. Hier zegt hij iets over het karakter eigenlijk. Dat doet hij eerst. En dan gaat hij naar de corpus, het lichaam. Het corpus moet ik eigenlijk zeggen. Dus dat is zeg maar achterstevoren. En dan gaat hij hier niet. In genium stond als laatste, komt hier als eerste. Corporis, lichaam, stond hier als middelste, komt hier ook als middelste. En animus stond hier als eerste en komt hier ook weer als laatste juist. En dat is dus omgekeerd.
Dat noem je ook wel een chiasme, maar dit is wel een heel groot chiasme. Dit is meer een soort structureel chiasme in de opbouw, zou je kunnen zeggen. Maar het is wel de moeite waard om dat eventjes op te merken. Goed, we gaan weer terug naar waar we vandaag eigenlijk over hadden. Animus, audax, subdolus, varius, etc. Dit is een hele lange zin, dus ik doe even stukjes. Om te beginnen zie je natuurlijk meteen de alliteratie. Het is maar een kleintje, het zijn twee woorden met een A beginnen. Maar het heet een alliteratie. En je moet wederom erat aanvullen, net zoals daar. Dus zijn geest was audax. Niet zozeer fortis, hè, moedig. Maar audax, het is echt zeer moedig. Soms wel eens overmoedig. Aantekeningen zeggen vermetel, een beetje ouderwets woord, maar dat is wat het betekent. Subdolus, ook nominativus. Enkelvoud mannelijk, want het gaat over die animus, net als audax gaat daarover. Listig. Listig betekent dat arglistig ook wel, maar dat is echt listig in de zin van dat je alleen maar je eigen voor je eigen nut doet, laat ik het zo zeggen. Dus was vermetel, arglistig, terwijl heel moedig, nogal listig. Varius, eigenlijk zoiets als nu eens zus, nu is dan weer zo, hè, variabel. Je kunt ook wel beter zeggen flexibel. Ik kon zich in allerlei bochten wringen. Wederom een opsomming met komma's, dus zo'n asyndeton. Je zou zeggen, het is ook een tricolon, net zoals hier, maar het is niet helemaal waar, want het gaat nog even door. Dus het is inderdaad een tricolon als je zou zeggen, nou, het zijn drie bijvoeglijke naamwoorden, maar het gaat nog even door. Dus dat mogen we niet echt zeggen. We krijgen hier weer een soort zinnetje, als het ware, of in ieder geval twee zelfstandige naamwoorden. Simulator ac dissimulator, ook een nominatief, dus dat is wat er gezegd wordt over die animus. Simulare is doen alsof, dissimulare is doen alsof iets niet bestaat. Dus simulator is iemand die doet alsof, is een veinzer, is een toneelspeler, een comediant. En een dissimulator is iemand die heel goed kan doen alsof iets niet bestaat. Dus een huichelaar noem je het ook wel in het Nederlands, ouderwetse woord. Dus een verberger eventueel. Dus die geest van hem, die was nou, die wat we daar genoemd hebben. Maar ook een toneelspeler, een verberger, een veinzer, een huichelaar. Waarin dan? Nou, in alles. Quoius rei lubet. Ik heb hier niet boven getypt, maar het is hetzelfde verhaal als hier. Quoi quam is cui quam, quoius is cuius. En dat is dan de genitivus van cui. En dat hoort dan bij res. Het vrouwelijke woord is eigenlijk quai. Genitivus van quai. Quai re. In dit geval betekenis welke zaak dan ook maar. Want dat lubet, dat is een uitdrukking en dat betekent eigenlijk het behaagt, het bevalt. Dus in welke zaak het hem bevalt. Dus in welke zaak dan ook maar. Dit is voorvertaald, deze constructie hier ook. In elke willekeurige zaak, simulant of comediant. Of hun meester in het huichelen en veinzen. In welke zaak dan ook maar. Hoef je de grammatica niet precies van te weten. Maar zo zit het dus. Dus hij kan eigenlijk heel goed doen alsof. Hè. Bespeelt mensen. Maar ondertussen heeft hij maar één doel voor ogen. En dat is alieni ad petens. Hij is ook ad petere. Betekent eigenlijk iets als aanvallen. Dus hij valt de hele tijd iets aan. Het is een participium presens actief. Hè, PPA. Eigenlijk aanvallend. Maar je mag het vertalen volgens de aantekening ook met belust op. Plus genitivus alieni. Is een genitivus van alienum. En dat betekent iets als dat wat van een ander is. Alienus betekent van een ander. Hier onzijdig woord, zelfstandig gebruikt. Dat wat van een ander is. Aantekeningen zeggen andermans bezit. Dus belust op andermans bezit. Sui profusus. Tegenovergestelde daarvan niet andermans, maar sui. Van suum, zijn eigen bezit. Genitivus. Profusus. Daar hoort het bij. Dat is tegenovergestelde. Dat is namelijk kwistig met. Hij smeet echt met zijn eigen bezit. Hij pakte alles van iedereen af, maar hij smeet met zijn eigen bezit. Dus
wat zeg ik hier, belust op andermans bezit, kwistig met zijn eigen bezit. Het is een antithese uiteraard, een tegenstelling, maar het is ook parallel opgebouwd, paralleli, zeg je dan ook wel, want eerst alieni, bezit en dan het werkwoord, hier ook weer het bezit en dan het bijvoeglijke naamwoord. Dan, ardens in cupiditatibus, letterlijk brandend, maar je kan het vertalen met hartstochtelijk, weer een PPA eigenlijk van arderen, branden. In cupiditatibus, ablatief is een meervoud van cupiditas, cupiditas is iets zelfs als cupido, denk aan cupere, wat verlangen betekent. Dus in zijn verlangens, brandend of hartstochtelijk in zijn verlangens, punt komma. Dan, nieuwe zin, habebat moet je aanvullen, hij had, wederom imperfect, hebben we het over een toestand. Hij had satis genoeg, letterlijk eloquentiae, van eloquentia, dat is wel sprekendheid, oftewel had daar genoeg van, daar bezat hij genoeg van, hij was goed in het spreken, maar parum, te weinig, sapientiae, dat is wijsheid, genitief is ook weer. Dus genoeg welsprekendheid, te weinig wijsheid. Of eigenlijk in de goede volgorde, genoeg welsprekendheid, van wijsheid, te weinig. En dan hoor je ook dat het een chiasme is. Eerst A, dan B, dan weer A. Twee woorden, zelfstandig naamwoorden en genitief zijn eigenlijk hetzelfde, zijn in het midden geplaatst. De aanduiding van de hoeveelheid zijn daar omheen geplaatst. Dat noem je een omgekeerde volgorde, dus dat noem je een chiasme. Antithese is het uiteraard ook. Genoeg van het een, maar niet genoeg van het ander. Tegenstelling. Tot slot voor vandaag. Vastus animus in moderata incredibilia nimis alta semper cupie pat. Animus, hebben we al gezien, geest. Vastus betekent eigenlijk onmetelijk. Denk aan de oceaan, die kan vastus zijn. Hier in de betekenis niet te verzadigen. Het is zo groot en ledig dat daar dat valt niet te vullen, als het ware. Zijn geest. Zijn niet te verzadigen geest. Cupiebat is het werkwoord. Cupere, verlangen. Denk aan cupiditas hier, het verlangen. Het werkwoord. Verlangde, derde persoon enkelvoud, indicatief is actief. Imperfectum. Verlangde, semper, altijd. Wat dan? Drie dingen weer. Asineton en ook tricolon. Opsomming zonder komma's, zonder verbindingswoordjes, alleen komma's. En in drie delen. Verlangde altijd in moderata. Onzijdig meervoud accusativus. Zelfstandig gebruikt. Van in moderatus bijvoeglijk naamwoord. Betekent eigenlijk mateloos. Dus mateloos dingen. Incredibilia. Incredibilis ook. Onzijdig meervoud, zelfstandig gebruikt, accusatiefs, ongelooflijke dingen en alta, hoge dingen. Hetzelfde verhaal als hier met de pragmatica, maar het staat nog niet mis bij en dat betekent te zeer. Dus te zeer hoge dingen. Hele zin, zijn niet te verzadigen geest verlangde altijd mateloze, ongelooflijke en te hoge zaken. Nou, Sallustius geeft ons hier een moreel oordeel van je welste over Catilina. En daarin toont zich zijn morele, zo moraliserende trekjes eigenlijk van Sallustius. En, nog heel belangrijk, het woord brevitas wat ik hier heb staan. Ik denk daar kortheid, hè, brevis, kort. Kortheid. Daarmee wordt bedoeld het feit dat hij de heel vaak dingen weglaat. Een complete zin moet je dus, erat, habebat, en hier weer erat, en ook al die verbindingswoordjes zou je verwachten misschien dat hij die zou aanvullen, maar doet hij steeds niet. Als hij iets kan weglaten, doet hij dat zoveel mogelijk. Dat was had zijn voorkeur en dat was zijn stijl, en daar moeten we het mee doen, maar ik denk dat dat best wat waard was. Dank voor het luisteren weer en tot de volgende video.